Willem Heelen is directeur van de Sint-Bavo-school Rijsbergen. Een hectische periode achter de rug. Nu de afgelopen twee weken even vakantie. Maar daarvoor begon de ellende, denk ik, hè, met de afbraak van de school. Nou ja, ellende mag je het niet noemen. Nee. Hè? Maar we hebben natuurlijk een hele leuke reunie gehad. Hè? Daar is mee gestart. Ja. Vervolgens hebben we een heel krap en duidelijk schema gehad voor de verhuis. Dus we hebben wat tegenstrubbeling gehad van ja, dat elektra er nog niet was. Maar goed, dat kan gebeuren. Maar verder kunnen we zeggen, het is heel goed verlopen volgens plan, volgens rooster, binnen de tijd. En ja, het team heeft gewoon ontstellend hard gewerkt. Ja, ja. En we zijn eigenlijk de 12e gewoon gestart. Het enige wat nog niet kon waren de borden. Want die moest nog een extra versteviging achter, omdat die nogal zwaar zijn. Heb ik begrepen, die zijn van de muur gekomen, hè? Nou, niet gekomen. We zagen bij de eerste dat het een stukje van de muur afkwam. En dat risico ga je met kinderen niet nemen. Nee. Dat ze naar beneden zouden vallen. Nee. Want dan staan we niet voor de gevolgen in. Maar dat is allemaal keurig hersteld. Dus wat dat betreft is het prima. Hoe hebben jouw mensen de boel ervaren? Hectisch. Nee, kijk, het team heeft gewoon hard gewerkt en nou, niks aan lof. En ze zijn blij dat het achter de rug is. Maar je weet ook, het is maar voor een jaar. Ja. Hey, want we daar gaan vanuit dat we volgend jaar rond deze tijd op de andere plek staan. Ja. Hoe hebben de kinderen het ervaren? Die hebben het als heel positief ervaren. Het wel dat ze hadden, dat ze dus jammer vonden dat de touchscreens nog niet hingen. Daar hadden we het meest over. Dat hebben we van de ouders terug gehoord. Dat ze het meest gehoord hadden dat dat nog niet was. Maar ja, verder prima. Ja, ja. Klopt ook, de gangen zijn breed, lokalen zijn goed. Ja. We hebben lekker ruimte, leerpleinen wat ook in de nieuwbouw komt. Dus wat dat betreft prima. En de verkeerssituatie? De verkeerssituatie, nou, dan moet ik zeggen. We hebben met de verkeersdeskundige van de gemeente hebben we goed overleg gepleegd van tevoren. Natuurlijk zijn er knelpunten geweest. Deze vakantie is er nog een zebra aangelegd bij de ingang. En ja, de medewerking van de ouders, het begrip van iedereen. We krijgen adviesjes, we krijgen zeggen van nou zou daar nog naar gekeken kunnen worden. Maar ik denk dat we het goed onder controle kunnen hebben. Maar natuurlijk elke nieuwe situatie die is anders. Kijk, in het begin moet je gewoon zeggen van nou daar niet parkeren. We hebben die parkeerplaats. We hebben hier een plaats met de fietsen die je goed kunnen stallen. Dus wat dat betreft geen enkel probleem. Dus de eenrichtingsverkeer, hè? Ja, één kant is eenrichtingsverkeer, klopt. Ja. Dus ja, met het uitrijden moet je dus omrijden? Met het uitrijden moet je omrijden, maar ja, goed. We willen eigenlijk het liefst hebben dat de kinderen komen lopen of met de fiets. Dus dan zijn die auto's ook niet nodig. Nee. En ik denk dat Rijsbergen niet dermate groot is. Wel de mensen van het buitengebied natuurlijk. Maar die is toch niet zo groot dat iedereen met de auto hoeft te komen. Een gymlokaal, daar moeten ze in verlopen of niet? Nee, dat is een klein stukje verder als dat we nu gezeten hebben. Maar we zitten daar prima voorlopig. Dus misschien dat er nog in de toekomst gaat veranderen, maar dat weten we nog niet. Zijn er nog tegenvallers geweest? Nou, wat ik al zei, de elektra en even ja, dat riool verstopt zat buiten het terrein van waar we nu op staan. Daar was het riool verstopt en daar heeft de gemeente keurig netjes hersteld. Ja. En verder, ja, je hebt altijd met verhuis dat je dingen kwijt bent of dat je nog ergens naar op zoek bent. Of dat toch iets anders zou gekund hebben, maar ik denk dat we alleen maar weer van geleerd hebben als we dadelijk teruggaan. Ja. Alles op schema? Ja, zonder meer. Ja. De bouw is niet op schema zoals we nu gezegd hebben. Het gebouw ligt plat. Deze week zullen ze waarschijnlijk aan de sonderingen beginnen. Dus wat dat betreft hebben we goede hoop. Ja. Als de weergoden meehelpen, ja, niet een strenge winter is, dan is het prima. Ja. Dan gaan ze binnenkort ermee beginnen? Als het goed is, zijn ze nu mee bezig. Terwijl we hier staan te praten, zijn ze daar bezig. Ja, ja, met opruimen nog, hè? Ja, ja, tuurlijk. Maar goed, dingen lopen dadelijk in elkaar over. Ja. Bedankt en succes nog met alles, hè? Ja, dankjewel en tot ziens. Okay.